Zo. Nou, Roos is ook klaar op zijn werk. En met zijn cursus. Dus ik ga Roos alweer ophalen. Toen stonden we lekker ergens. Nee, is vies. Pa. Ja, lach maar jij. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag, 7 september. En het is nu bijna 11:30 in de ochtend. Ja, en wij wensen jullie zoals altijd weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik heb Rauw dus naar zijn werk gebracht. Vanochtend heb ik een gesprek gehad. Krijg ik volgende week meer over te horen. Kan ik nou ook niks over vertellen. Misschien ook helemaal niet. Nou ja. Nee, nu, kom dan. Kom heel even dan. Kom dan. 1, 2. Kom dan. Kom maar, meisje. Kom dan. Je wil aandacht, dan kan je aandacht krijgen. Nee, maar zien. Wat ik dus al zei, ik heb Rauw dus na zijn werk en gebracht. Vanavond heb ik dus een afspraak met iemand die mijn auto gaat uitlezen. En dan zou je nu denken van Karen, waarom hel je? Nou, rijden is gewoon voor mij ontspanning. Maar als weer alles uitgaat, mijn radio om de half uur iedere keer uit. Gewoon dus ook mijn navigatie, alles. En dan ook mijn lane assistant, die werkt nu weer niet. En de stuur is gewoon... zwaarder. Hij leest de borden niet, zeg maar. Niks doet het weer. Dus het rijden is ook gewoon voor mij gewoon niet ontspannen nu op dit moment. En dan kan je wel zeggen, Karin, ga dan weer en naar de dealer. Ja, ik blijf bezig. Maar Rodi mag zometeen gaan rijden in mijn auto. Laat ik hem eens een keer ervaren hoe mijn auto nu rijdt. Maar auto rijden behoort gewoon fijn te zijn, relaxed. Maar dit is zo niet fijn. Niet relaxed. Gewoon niet. En dat doet me zeer. Dan denk ik van waarom ik nou weer? Weet je waarom? Dus ik rij ook zometeen gewoon weer, want 4:30 dan ga ik weer rijden. Rodi moet tot 5:00. Maar dit is gewoon zo niet fijn rijden. Echt gewoon niet. Ik kan wel muziek aandoen, maar ik kan niks bedienen via mijn stuur. Wat normaal wel kan. Geluid, ik kan dat niet bedienen. Wat normaal wel kan. Dan kun je wel zeggen, ja, maar Karin, vroeger kon dat ook niet. Vroeger had je ook geen stuurbekrachtiging. Dat weet ik wel. Dat weet ik allemaal. Maar dat is vroeger, het is nu. En dit is een auto vanaf 2018. En ik heb nu al problemen en dat doet me zeer. Ik heb gewoon een Seat Leon Paas genomen, omdat mijn oma van Paas houdt. En mijn oma, de moeder van mijn moeder, die ging altijd op vakantie en naar Spanje. Dus zo is mijn oma er in principe altijd bij. Mijn oma, die was vroeger een soort van tweede moeder van mij. En nu... ik wil wel gewoon op vakantie kunnen. En ik kan... ja, dan heb ik iets van... weet je, laat dan maar zitten. Weet je, dan, en dan hoef ik niet eens op vakantie met een auto die het
half doet, zeg maar. Maar ik weet wel, vanavond dan heb ik weer iemand die hem gaat uitlezen. Die kan kijken of het aan de accu ligt of gewoon aan de ding zelf. En dan mag gewoon de dealer het gewoon weer gaan oppakken. Maar blij ben ik er niet mee op dit moment. Nee. Ik zat net al in de auto al te huilen. Ik denk, ja, dat moet ik ook maar niet hebben. Maar Rodi mag straks rijden. En ik ga zo meteen eventjes een vlog even in elkaar bouwen. Want ook dat moet gewoon gebeuren. Want morgen dan staat alweer de laatste voor online. Voor de 8e. Dus ik moet dat wel even weer eventjes op gaan pakken. Maar het is ook gewoon weer eventjes een momentopname. Dat ik gewoon even toch boos. Ik ben gewoon eigenlijk gewoon boos. Ja, maar ik laat niet zien dat ik boos ben. Ik ben ook verdrietig. Dus dan kan ik meer op het verdrietige gaan dan op het boos gaan. Weet je, ik kan moeilijk een auto helemaal kapot gaan slaan. Weet je, daar heb ik mezelf ook weer mee. Nee, dat is niet handig. Dus dan kan ik beter gewoon janken en even dat soort dingen doen. En dan gewoon straks Rood terug laten rijden. Kan hij ook meer weten wat, ja, wat het doet, zeg maar. En dan ja, kan hij ook zien en ervaren hoe ik het misschien ervaar. Dus jullie gaan het zo meteen nog horen van Ro. Maar nu ga ik eerst even mama bellen. Dan ga ik even vlog editen. Dat ga ik nu eerst even doen. Zo, nou Ro is ook klaar op zijn werk. En met zijn cursus. Dus ik ga Ro alweer ophalen. Maar Ro die weet nog niet dat hij zelf terug mag gaan rijden. Dat weet hij dus nog niet. Nee. Dat weet hij dus nog niet. Maar het huilen staat me nader als lachen. Dus, mwah. Want echt, momenteel, fijn rijden doe ik niet, jongens. Echt niet. Nee. Het huilen staat me echt nader als lachen. Echt waar, serieus. Ik stap niet met een fijn gevoel achter mijn stuur, nee. Echt gewoon niet. Maar jullie gaan het ook zometeen van Ro wel, denk ik, horen. Dus wachten daar lekker op. En toen stonden we lekker ergens. Wel vlakbij Den Haag en Scheveningen. En allemaal in de buurt. Maar we staan hier, kijk. Hoe mooi groen. En nee, dat is geen... En geen blauwalg, maar dit is gewoon, hoe heet dat nou? Kroost, jongens. Dit is nou kroost. Ja, dit is kroost. Maar wat hebben we hier achter? De Smulhoeven, jongens. Ja. En nee, daar gaan we niet eten. Maar we zijn dus nu even aan het wachten op de afspraak die ik eigenlijk heb voor mijn auto. Want ik word er niet vrolijk van. En Ro ook helemaal niet. Want waarom word jij er ook niet vrolijk van? Vertel het dat is. Nou, er is niks om vrolijk van te worden van dingen die het niet doen. Waarom niet? Nou, wat? Jij hebt er last van. En maar wat doet er niet dan in mijn auto? Nou, je hulpsystemen. Zeg maar zoals? De boordcomputer die valt uit. Dus dan krijg je geen wagenstatusinformatie. Je telefoon doet het niet. Je radio valt uit. Het gaat zo'n kompas in beeld hebben. Nou, dat werkt ook allemaal niet. Ja. Geluid harder zetten via het stuur werkt ook allemaal niet. Stuurbekrachtiging die uitvalt. Ja, de lane assistant. En als je die bent gewend, dan is het een heel stuk soepeler rijden. Ja. En zonder is het zwaarder. Ja. Ja. Nou, jammer dan. Maar het hoort er wel bij en het hoort te werken. Ja, klopt helemaal correct. Dus? Ja. En de auto is geen bus. Nee, dat weet ik ook. Allemaal niet. Nee. Dus ja, dat is eigenlijk. En dus nu ben ik even aan het wachten op een appje voor zijn adres. En nee, die ga ik niet delen. Maar het is wel een van de beste. Nee, niet een van de. Nee, vertel. Het is gewoon de beste. Het is de beste software expert op het gebied van auto's. Dus die kan hem mooi uitlezen. En we gaan het bekijken wat hij kan vinden straks. Ja. Bij je, schat. Mijn lampje werken. Nee, wat? Emma, wat heb je in je andere hand? Mijn andere hand. Zo, man. Ik ga niet in jou.
grap, ik loop wel even door. Nee, maar het zit zelfs bij jou. Maar nee, niet bij mij. Nee, move. Nee, idioot. Niet bij mij. Lul. Jood. Ben jij maf geweest eerste klas ook, hè? Dan ben jij ook een idioot. Waarom doe je dat nou weer op mijn broek? Nee! Lul. Oh, sorry. Ja, maar nou weet ik dat je dopje erop hebt. Dus dan, hè? Ja, doe maar hier ergens of zo. Ook goed. Maar, ja. Ik heb weer wat leuks te vertellen. We hebben weer wat leuks te vertellen. Hé, hey, hallo. En we hebben weer wat leuks in te vertellen. Vast zo. Want mijn... Je auto doet het weer. Ja, mijn auto doet het weer. Ja, en er was gewoon eventjes een stukje stekker. Wat dus namelijk de... En de... Hoe heet dat nou? De stukje stekker. Wat dus de probleem veroorzaakte. De, hè? Ja, de, en de adapter die dus namelijk de... Een mooi woord ervoor. De camera. Ja, even... De... Die adapter en voor mijn camera die de hoe heet dat? Sorry? Je had een adapter geplaatst tussen je camera en je boordcomputer. Ja. En die adapter was niet helemaal goed, klaarblijkelijk. En dat gaf dus namelijk de... Storing. Storing. Kijk, die zocht ik even. Nou ja, we... Nee, hoef ik niet. Ik hoef niet aan jouw vingers te ruiken. Waar? Doe je dat maar lekker aan iemand anders? Ja, doe maar. Helemaal goud. Nee! Opzouten, lul. Gaan we niet doen. Ja, nou, doe maar. Voor mij mag je. Oh, wat schat. Wat meur jij. Oh, schat. Oh. En? Maar ja, we waren hier vanmiddag ook. Maar toen was ik gewoon echt chagrijnig. Nou, dat vond Ro niet echt fijn, zeg maar. Dus we hebben Ro heb ik weer thuis afgezet. Nou, en toen ben ik zelf op bed gaan liggen, in slaap gevallen. Dus. Maar we gaan gewoon weer even. Zoals altijd ergens te kijken. Nou. Hetzelfde als vanmiddag, alleen een heel stuk minder. Dat is vandaag. En deze dan? Daarom zet ze hier. Is dat opgeladen? Nu, ja, het is nu. Deze ook zeker. Ja, bijna wel. Deze ook. Ja, alles is 7,9. En deze moet u helemaal weggooien, want die is een gat erin. Oh. In het, Die mogen jullie ook gewoon niet meer verkopen. Oh, daar gaan wij niet over. Daar zijn we niet over. De vissen moeten hier... Ja, maar die kunnen jullie wel daar afgeven. Daar niet van. Ja. Ja, dan geef ik wat. Ja, maar daar gaan we niet over. Nee, dat weet ik wel. Maar jullie kunnen het wel even afgeven bij je collega. Wat nou? Dat hebben ze netjes gedaan. Zal ik even sprayen als die luistert? Ah, schat. Nee, niet bij mij. Bah. Schat. Eeuw. Dat, nee. Bah. Oh nee, is vies. Bah. Ja, lach maar jij. Kijk, Ro die vindt het weer leuk hoor. Nee, sodomiet erop man, vent, idioot. Jullie zullen echt nou wel denken van waar hebben ze het over? Nou, Roderick, en die heeft dus ergens een flesje bij zich. Het is deze leuke flesje. Nou, dat kan ik je vertellen. Dat... Nee, ga maar lekker bij. Waarom gooi je nou weer daarin? Niet, waarom niet?
Nou, en net had je hem ook daarin. En nou mag het niet meer. Ja, wat? Ja. Maar je wou het vieren, toch? Hallo? Je wou het vieren, met wat? Met wat? Nee, maar met wat? Eén? Ja, maar dat... Het zal wel wat Rona bedoelt. Geen idee. Ja. Ik ga deze vlog gewoon met jullie afsluiten. Want ik ga lekker naar bed. Want ik ben back af. Dat is ook wel, denk ik, aan mij te zien. Nee. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even tevens gelijk een leuke reactie achter. En dan zeg ik, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.